Hebben jullie al roddels gehoord over Steen? Oh my god. Hopelijk hebben ze niks door. Oeh, ik vind het een beetje spannend. Hallo iedereen, ik ben Steen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga undercover als fanaccount. Ik had jullie dus een paar dagen geleden op Instagram gevraagd of jullie ideeën hadden voor een nieuwe YouTube video. En echt super veel mensen wouden dat ik dus undercover ga als fanaccount. Ik ga dus zelf een fanaccount van mezelf aanmaken. En dan ga ik zien of mijn fans en mijn andere fanaccounts sappige roddels hebben over mij. Of wat ze echt van mij denken. En ik ga hun heel spannende vragen stellen. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. De like goal voor vandaag is 10.000 duimpjes omhoog. Mooi rond getal. Ik ben heel benieuwd of we dat kunnen halen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door op de rode abonneerknop te duwen. En laten we dan maar snel beginnen. Let's go. Oké, ik ga dus beginnen met een nieuw account aan te maken. Oei, ik moet al direct de gebruikers gaan kiezen. Oké. Ik ga iets doen met Steen. Punt. Edlund. Punt. Best. Fan. Kso. Oké, het bestaat nog niet, dus chill. Oké, het is aangemaakt. Nice. Registratie voltooien. Profielfoto. Oei. Ja, nu moet ik een edit gaan maken. Of ik ga gewoon even een foto dat ik op mijn camera wil heb. Oké. Voilà, ik heb erin toegevoegd. Accounts volgen die je kent. Oké, ik ga sowieso mezelf al volgen. Misschien Jens ook. Lilo ook. Die denk ik ook al wil. Mijn papa. Roestie, mijn kat. Ga ik ook al volgen. Ja, natuurlijk moet ik ook misschien fanaccounts van mij volgen. Die ga ik straks allemaal opzoeken. Yay! Ah, ik moet nog een naam toevoegen. Oei. Een naam. Lilo. Dat gaat misschien een beetje te opvallend zijn. Lieselot. Dat is de naam. Bio. Oh, wat zit ik in de bio? Dat is toch moeilijk? Love her so much. Dat is zo raar om aan mezelf te zeggen. Oké, ik doe het met heel veel emojis. Klaar. Yay! Oké, maar daar staat echt zo Lieselot als naam. Dat ga ik misschien wel verwijderen. Ik ga gewoon... She's my queen. Oké, dat is zo raar om zelf een fanaccount te hebben. Maar dan ga ik nu beginnen, denk ik, met fanaccounts te volgen. En dan ga ik mijn eerste edit maken. En dan gaan we overgaan naar de sappige vragen. Hoe ga ik mijn fan... Wacht, ik ga eerst naar mijn eigen profiel. En dan ga ik kijken bij getagde foto's. En dan ga ik gewoon al die fanaccounts volgen. Zijn er zoveel. Ik ben er nu keiveel aan het volgen. Oké, ik volg er nu 64. Dat vind ik al goed. Oké, om een beetje geloofwaardiger over te komen, ga ik eerst een edit maken om op mijn profiel te zetten. En dan ga ik mijn fans sturen. Oké, een edit maken. Hoe doe je dat? Oké, ik zit hier nu op een app. Ik heb even mijn recentste foto genomen op Instagram. En ik ga die nu bewerken. Ik ga denk ik een kadertje toevoegen. Dat is wel cool. Wow. Oeh, die is mooi. Oké. Kan ik nog doen een filter? Oeh ja, mooi. Magic brush. Wow. Ineens sterretjes op mijn hoofd. Dan ga ik die nu plaatsen. Wat schrijf ik erbij? Hey... Ik ben nieuw hier en ik ben een grote fan. Mezelf natuurlijk taggen. Oké. Ja, delen. Oké. Het staat erop. Zalig. Ik denk dat ik er nog eentje ga maken en dan ga ik beginnen met berichten sturen. Oké, ik heb er nog eentje gemaakt. Dan zal ik gewoon hartjes of zo bij zetten. Gewoon emojis. En Steen. Mezelf dus.
Oké, yep. Nu heb ik 2 foto's, dus nu is het tijd om mijn eigen fanaccounts een berichtje te sturen. Ik ga denk ik naar een paar hetzelfde bericht gewoon sturen. En hopelijk voegen ze mij dan toe in zo'n groep. Want er zijn heel veel groepen met allemaal fanaccounts van mij. Die dan bij elkaar in een groep zitten en dan zo onderling chatten. Dus hopelijk voegen ze me toe. Hey, ik ben nieuw hier. En een super grote fan van Steam. Voilà. Dat ga ik kopiëren en ga ik naar een paar fanaccounts sturen. Oké, mensen, er is echt iets super raar aan de hand met Instagram. Ik probeer altijd berichten te sturen, maar dat gaat niet. Ik word altijd geblokkeerd en het ligt niet aan dat account. Als ik mijn andere accounts probeer, kan ik ook geen berichten sturen. Dus ik denk dat er een storing is op Instagram of zo. Net als ik deze video wil opnemen, hè. Typisch. Ik denk dat ik het gewoon morgen dan opnieuw ga proberen en verder ga doen. Hopelijk heb ik tegen dan al een reactie, want ik heb nog steeds geen reactie van fans. Maar ik denk ook dat mijn berichten niet zijn aangekomen, omdat ik altijd een foutmelding krijg. Dus ik ga gewoon morgen voortdoen met deel 2 van de video. Tot morgen! Hallo iedereen, we zijn vandaag de volgende dag en het probleem op Instagram is opgelost, heb ik gezien. En misschien zien jullie een verandering in mijn beeld. Ik heb namelijk lichtjes gehangen gisteravond. Ik vind het echt super gezellig. We kunnen het ook zo van kleur veranderen, dus kijk hoor. Maar oké, ik heb ondertussen enkele antwoorden gekregen ook van fanaccounts. Ik heb al een beetje mijn gestuurd, dat ga ik jullie nu laten zien. En dan ga ik vragen of ze mij in een groepschat willen toevoegen. Ik heb ondertussen ook nog een TikTok gerepost op mijn fanaccount. Zo lijkt het nog echter. Dat ik echt dagelijks post. Oké, dus we gaan eens naar mijn DM's. Steen Fangirl, daar heb ik al veel mee gechat. Zij is echt een super lief meisje. Zij maakt zo goede edits, vind ik. En ik had gestuurd, hey, jouw edits zijn zo mooi, je hebt zoveel talent. En dan zei ze, oh, super lief, dankjewel. En dan zei ik, ik ben nieuw hier. En dan zei zij, welkom. En dan heb ik zo gevraagd, dank je, volgt Steen jou? Maar ik wist eigenlijk wel dat ik haar volgde. En dan zei ze, ja. En dan zei ik, oh my god, dat is echt mijn droom. En dan zei ik, ik ben Lieselot trouwens, aangenaam. En dan zei ze, ik ben Nina. Dat is ook een paar jaar mijn droom geweest. Dus ik ben blij dat die is uitgekomen. En ze zal jou ook wel ooit volgen. En dan zei ik, oh hey Nina, ik hoop het. En zei ze, ja tuurlijk. Dus echt super lief. Steen Edit had ook gereageerd. Ze zei, oh dank je, jouw edits zijn ook echt cool. Ik heb er zo nog maar 3, maar oké. Ik ga dus denk ik aan hun 2 vragen of ze mij willen toevoegen in zo'n groep. Ik heb een vraagje. Zou je me willen toevoegen in een groep met fanaccounts? En datzelfde ga ik ook sturen naar Steen Edit, want zij had ook gereageerd. En dan nu even afwachten. Ik heb ondertussen by the way al 14 volgers. Nu even afwachten tot iemand mij in zo'n groep toevoegt. En dan gaan we beginnen aan de spannende vragen over mezelf. Oké, ik ben terug en iemand heeft mij dus toegevoegd aan een groep met allemaal fanaccounts van mij. Het heet Support Steen Hartje. Een stuk of 10 à 15 denk ik. Oké, ik ga nu iets sturen van hey, ik ben Lieselotte en ik ben nieuw ofzo. Hey iedereen, ik ben Lieselotte en ik ben nieuw hier. Ik ben een super grote fan van Steen. Hartje. Oké, gestuurd. Spannend. Oké, we hebben antwoord. Welkom, je maakt een mooie edit. Oh, dank u. Volgt Steen jullie al? Ik ga eerst een beetje random vragen stellen. En ik ga proberen om in een nog grotere groep te geraken met nog meer fanaccounts. Want hier zijn er denk ik een stuk of 10 maar in. Nee, mij niet. Oh, ik ga die straks volgen. Oké. Oh, komt nog wel. Is er soms een grote groep met heel veel fanaccounts? Ik ben benieuwd. Volgt ze jou al? Nee.
spannend, spannend. Hopelijk voegen ze mij toe in de keigrote groep, want ik weet dat er één groep is waar ik zelf ook in zit, mijn echte account. En daar zitten echt super veel fanaccounts in. Dus als ik daarin geraak, dat zou echt geweldig zijn. Oké, ik ben toegevoegd aan super veel groepen ineens. Omdat iedereen antwoordde, iedereen kwam online. Ik heb echt super veel fanaccounts gestuurd of ik in een groep mocht. Maar ik zit nu denk ik in 4 verschillende groepen. En ik heb in elke groep gestuurd: hey, ik ben Liselotte, ik ben nieuw hier. Wie zijn jullie? By the way, jullie edits zijn super mooi. Dus ik ben benieuwd als ze gaan antwoorden en dan ga ik beginnen met vragen stellen over mezelf. Al één iemand antwoordt: oh thanks, ik ben Silke, maar ik heb nog niet zoveel edits. Wat vinden jullie zo leuk aan Steen? Spannend. Straks zeggen ze zo niks. Stel je voor. Voilà, ik heb het in 2 verschillende groepen gestuurd. Ze is altijd super lief, ze is ook super lenig en ze danst ook graag en ik ook. Oh, dat is kei lief. Ik ga zeggen, ja, inderdaad. Wat kan ik nog vragen? Hebben jullie al roddels gehoord over Steen? Oh my god. Oh my god, ik ben zo benieuwd welke roddels ze gaan hebben gehoord. Ik hoop geen erge. Waar niet echt, denk ik. Oké, dat is goed, dat is goed. Oké, nu ga ik een paar van mijn fanaccounts op mijn verhaal plaatsen, zodat ze mij misschien merken. En dan kan ik vragen stellen aan fanaccounts nog over mij. Oké, even een update. Ik heb mezelf en mijn echte account gevolgd. Dus ik heb mijn fanaccount gevolgd. Zo lijk ik ook wat geloofwaardiger. En zo reageren ook meer mensen. Want heel veel mensen skipten mijn fanaccount gewoon. Maar ik zit dus nu in een groep met heel veel fanaccounts. Dus ik ga daar een paar vragen stellen. Oké, nu ga ik even met mijn echte account daarin gaan. Ik ga gewoon een hartje sturen. Nu ga ik terug op mijn fanaccount sturen. Oh, dit is zo grappig. Ik ga nu even wachten, zodat iedereen een beetje gekalmeerd is. En dan ga ik beginnen met vragen stellen, want het loopt helemaal uit de hand. Nu ga ik vragen: wat vinden jullie eigenlijk van haar? Oeh, ik vind het een beetje spannend. Ze is echt de beste. Oh, dat is super lief. Mag ik iets vragen? Ja? Oh nee, zij heeft dan misschien door dat ik het ben. Hoe doe je zo die blokjes op Funnymate? Wat is Funnymate? Geen idee. Ja, I love her. Ah, oh, maar iedereen is zo lief. Ze is alles. Oké, nu ga ik dan vragen van roddels. Hebben jullie eigenlijk al eens een roddel gehoord over Steen? Nee, mensen hebben echt nog geen roddels gehoord over mij. Maar dat is goed, hè? Dat is goed. Jullie zijn allemaal echt leuke meisjes. Oké, nog één vraag en dan ga ik revealen dat ik het ben. Wat zou ik vragen? Weten jullie een geheim over Steen? Wow! Ze weten geen geheim over mij. Oké, nee. Ik denk dat het nu gewoon wel een goed moment is om dat te revealen dat ik het ben. Want iedereen wordt een beetje crazy. Oké, ik ga een video maken. Hey iedereen, ik ben het eigenlijk Steen. Ik ben undercover gegaan als fanaccount. Ik ben nu aan het filmen voor YouTube. Dus dat komt morgen online. Maar jullie zijn echt super lief en ik ga jullie allemaal volgen. Kusjes! Kus verzonden. Oh my god. Oké. Iemand stuurt... Oh! Ik denk dat ze een beetje verbaasd zijn. Oh. Wow. Oké, nu hebben ze het bekeken. Dit is mijn geluksdag. Oh, ze vinden het cool. Oké, ik ga straks terug met mijn echt account in die groep. En dan ga ik die meisjes volgen die hebben geantwoord. Echt super lief. Ik vond het echt kei grappig om te doen. Wel een beetje raar om zo van mijn eigen dingen te zeggen. Maar ja, jullie wilden graag dat ik een keer undercover ging als fanaccount. Dus dat heb ik gedaan. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet dan natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Ciao!